Als je kijkt naar hoe er eenlijnig vanuit onze mainstream media wordt gecommuniceerd. Ja, daar is gewoon een weerwoord nodig. Ik probeer mensen te laten nadenken over hoe het ook anders in elkaar zou kunnen zitten. En een van de grote problemen. Heks van Nederland. Kaag wil extremisten en complotdenkers de mond snoeren. Jee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 
de 50 en de 100. En daarna, ja, dan gaat hij de ronde in en dan is tellen eigenlijk onmogelijk. En is dat dan, ben je dan tevreden met die aantallen? Ja, want ik vind het belangrijk dat iedereen een kans moet krijgen om in ieder geval de waarheid te horen. En uiteindelijk, die mensen gaan er op de een of andere manier met anderen over praten. En dat is belangrijk. En hier kan je heel duidelijk zien hoe groot het probleem daadwerkelijk is. En de media heeft een zwijgpacht hierover. Die mag helemaal niet vertellen dat dit probleem zo groot is. Ook Nick staat argwanend tegenover de Nederlandse overheid. En zeker ook naarmate de corona en zo zich ontvouwde, kwam er toch wel steeds meer bij mij boven van volgens mij klopt er heel veel niet en de overheid is niet altijd je vriend. Nee, nee. En wat vind je dan eigenlijk vooral, waar stoor je in het meest aan wat niet klopt? Nou ja, bijvoorbeeld migratie. Ja? Ik denk dat er, als mensen voorrang krijgen op je eigen bevolking, dat dat eigenlijk al niet klopt. En dat mensen hun energierekening niet kunnen betalen. En er gaat wel heel veel geld bijvoorbeeld naar ontwikkelingshulp en ja, ja. Oekraïne, dat soort zaken. Dat denk ik altijd van, soms komen wij op de tweede plek. Ja. En dat is, dat vind ik gewoon een heel raar concept. Ja, want is het niet zo dat die mensen die dan die hulp krijgen, de migranten of de mensen uit Oekraïne, dat die dan in nood zijn? Die zijn, dat... ja, soms, ja, Oekraïne snap ik. Er vallen geen bommen op ons hoofd, maar ik bedoel, als je eten niet kan betalen of niet kan krijgen, dan is dat net zo erg. Ja, ja. Er zit er iets nationalistisch in jou? Zeker, ja, ja. Ja. Gelijk moeilijk zijn we. Ja, gewoon zwaar. Fucking hell. Ja. We are strong. Ook de 48-jarige Clint staat al langere tijd wantrouwend tegenover de overheid. Inmiddels kun je hem een beroepsdemonstrant noemen die zich over heel veel zaken boos maakt. Ik zoek hem thuis op terwijl hij zich alweer voorbereidt op de volgende demonstratie. We horen daar dan een geluid. En dat maak je zelf? Ja, ik moet er nu toch wel een eindje opnemen. Is dat voor vanmiddag? Waar we vanmiddag naartoe gaan? Deze voor vanmiddag. Het is eigenlijk een korte tekst. En die tekst die laat ik constant afdraaien. Want de omstanders die horen het dan ook iedere keer voorbij komen. Ja. En dit is eigenlijk ook een beetje een stukje waarheid wat ik laat horen. Vooral ook om ze in de Tweede Kamer te irriteren. Ze irriteren? Ja, want in mijn ogen weten ze donders goed waar ze mee bezig zijn. Ja, ja. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie... En een groot deel van de oppositie, jullie slopen ons mooie land. Jullie verzwakken ons land en dat doen jullie bewust. Jullie dienen het Nederlandse volk allang niet meer. Alles wat jullie doen is in ons nadeel en ten behoeve van de globalistische agenda van het World Economic Forum. Dat jullie onze belangen niet dienen, maakt jullie landverraders. En daarom nu aftreden en voor het tribunaal. Mark R. en Sigrid K., jullie mogen als eerste. Dat is hem. Dat is hem. Migratie is een doorn in het oog van Jason. Zijn woonplaats Almere heeft hij steeds meer zien veranderen. En volgens hem is dat gestuurd door de overheid. Kijk om je heen. Je ziet echt bijna geen één blanke lopen. Je ziet overal hoofddoekjes, donkergetinte mensen. En dat is ook een heel plan. Omvolking wordt het ook wel genoemd. En dat gebeurt bewust? Ja, dat gebeurt heel bewust. En wie doen dat dan? Wie het precies doen, dat weten we niet. Maar het zijn de mensen die boven onze leiders staan. Waar moet je dan aan denken? Is nou, dat zijn waarschijnlijk families, grote geldmagnaten, goudbezitters, machtbezitters, technologiebezitters. Oh ja? En waarom zouden ze dat dan willen? Omdat hoe minder wij weten van onze vrijheid, hoe makkelijker we in toon te houden zijn. Want ik vind het namelijk, dat vind ik er zo moeilijk aan, dat het best wel een organisatie is voor, is het ook? Voor als dat families zijn die dit doen. Ja, wat is de hele wereld eigenlijk in je macht willen hebben? Nou, ik kijk alleen maar naar het hele vaccinatieproces. We worden ook bang gemaakt op die manier. Dus het wordt dan echt bewust zo aangestuurd? Ja, ja. Nick leeft in een zelfvoorzienende gemeenschap. Je zou hem wellicht het best kunnen typeren als een econationalist. Iemand die zich bekommert om de Nederlandse natuur en het nationalisme.
Want daar, dit zijn huizen waar dan medebewoners wonen. Ja. Ja, want het zijn allemaal kleine huisjes, hè? Tiny house. Ja. Ja, maar ik heb een hele grote schuur hier, nog een schuur. Ik heb meer ruimte dan de gemiddelde Nederlander. En gemeenschappelijk ja. dan? Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, wij willen toch allemaal voor jezelf iets hebben? Ja, maar dat is dus het probleem. Oh ja, is dat een probleem? Ja, dat is wel een probleem. De individualisering van Nederland. Nederland is er heel goed in. En dat vind jij in Nederland wel eens misgaan? Dat we allemaal te veel op onszelf... Ja, veel buren kennen elkaar niet, helpen elkaar niet. Veel mensen focussen zich te veel op hunzelf, waardoor ze dus zorg aan familieleden misschien laten liggen en dat maar aan andere mensen overdragen. Ja. Ik denk dat dat geen positieve ontwikkeling is. Met de door hem zelf opgerichte actiegroep Dutch for Freedom is het Clint zijn doel om te zorgen dat het volk in Nederland opstaat. Heb jij dat als kind eigenlijk meegekregen, dat demonstreren? Dat je je mening uit? Nee, dat niet, maar ik kom wel uit een gebroken gezin. Mijn moeder is net na mijn geboorte hertrouwd met een Nederlander. Ik ben zelf in België geboren. Ja. Maar goed, mijn stiefvader, zijn echte dochter, mijn halfzus bij mijn moeder, die werd toch altijd voorgetrokken. Ja, en dat zijn hele kleine dingetjes, maar als kind vergeet je dat niet. Ja. Ik ben er zelf vrij hard toe geworden. Maar ik heb me wel voorgenomen dat eigenlijk iedereen gelijk is, en vooral ook kinderen. Ja. En toen is bij mij wel dat rechtvaardigheidsgevoel heel erg gegroeid. Dus ik kan heel slecht tegen onrecht. En heeft het jou gevormd als mens? Ja, wel dat rechtvaardigheidsgevoel. Maar ik heb wel ook dat nu inderdaad de laatste jaren heel sterk naar boven komt bij mij. Hoi. Hoi. Hey, Donna. Hoi. Is het lekker druk hier? Niet alleen Clint, ook Jason wil zijn tegengeluid over het voetlicht brengen. Ze willen heel stiekem dat we gaan eten wat we niet willen eten. De krekeltjes en de dingetjes. Dus een mooi lijstje om mee te nemen als je boodschappen gaat doen. Is het de kritische houding die jij hebt, ofwel het wantrouwen, is die eigenlijk door de jaren heen erger geworden? Ja, ik heb nu geleerd dat je bij alles wat er eigenlijk gezegd wordt, moet je gewoon kijken van klopt het? Ja. En is er ook maar geen... Bij alles echt? Ja, bij de dingen die ik niet ken, ja. Ja, maar dat is veel, hè, wel. Ja, dat is het ook. Maar je moet ook niet meer alles voor zoete koek aannemen. Maar heel veel is wetenschap, hè? Ja, maar wat is wetenschap? Er mag nu niet gediscussieerd meer worden over wetenschap. Maar als jij bij bepaalde vraagstukken hier en daar een vraag stelt... Rob Elens. En je haalt er een klein stukje uit en je haalt daar een klein stukje uit... en je legt die bij elkaar... Dan kan het ineens lijken alsof het totaal niet waar is... of dat er totaal iets anders aan de hand is. Maar dat staat dan wel ten opzichte van een groep mensen... die gedegen onderzoek doet jarenlang. En die... Maar dat wil niet zeggen dat ze gelijk hebben. Nee, maar... Dat vergeet. Als duizend mensen iets zeggen, wil niet zeggen dat het waar is. Nee, maar dat met wat jij doet, wil dan toch ook niet zeggen dat ze ongelijk hebben? Nou, maar ik zeg ook niet dat ik gelijk heb. Ik zeg, doe zelf onderzoek. Alles wat ik zeg, kijk het na. En ga zelf op onderzoek, want ik kan jou wel vertellen. Nou, dan geloof je toch niet. Nee, maar je bent wel vrij stellig. Ja, omdat ik heb een eigen mening. En dat presenteer ik ook. Het is mijn mening, mijn visie. Ja, maar fascinerend vind ik dat jij die mening verkiest. Jouw eigen mening, zeg je inderdaad ook zelf, boven een wetenschap. Boven gedegen onderzoeken. Ja, omdat ik tot nu toe altijd gelijk heb gehad. Wie zegt dat? Nou, dat merk ik hier op deze bank. Hoezo? Nou, mijn ongelijk is nog nooit bewezen. En jullie eigenlijk allemaal tegelijk bij elkaar komen wonen of is het gegroeid? Dat is gegroeid. Toen ik hier kwam, woonde Irma hier alleen. Irma, jij? Ja, dat is Irma. Ja. Ik heb met Nick al even gesproken over. Die heeft ook hangend nationalistisch gedachtegoed aan u ook. Ik denk dat er nu heel bewust gestuurd wordt om zoveel mogelijk alles te mengen. Ik denk dat je als mens een morele verantwoordelijkheid hebt in de zorg op het moment dat iemand het moeilijk heeft om die op te vangen. Maar ik denk dat er nu veel te veel gestuurd wordt om alles juist te mengen. Maar hoe bedoelt u dat? Daar ben ik niet zo voor. Wordt er gestuurd om te mengen? Hoe bedoelt u dat? Ik denk dat men hier heel bewust mensen heen haalt. Oh ja? Ja, dat denk ik wel. En waarom dan? Ja. Nou, omdat onze systemen zo gemaakt zijn en daar, ik denk dat vanuit het World Economic Forum en de Verenigde Naties heel erg gestuurd wordt op het... uit elkaar rukken van bepaalde bevolkingsgroepen en juist daar een bepaalde sturing aan te geven. Er zit altijd economisch in het belangen. Maar waarom zou je de bevolkingsgroepen uit elkaar rukken? Wat is daar het motief achter? Omdat dan de eigenheid weggaat. En als je de mensen weghaalt uit hun eigenheid, kun je ze veel makkelijker sturen.
Is het toeval dat jullie dan ook allemaal witte mensen... Nou, tot dusver hebben wij nog niet mensen met een andere cultuur daarin weten te trekken. En het is niet dat wij mensen uitsluiten, maar die hebben zich ook niet gemeld. Bij de demonstratie van Klint wordt het inmiddels steeds drukker. Heb jij eigenlijk vrienden verloren door hoe je denkt en je gedachtegoed? Oh, vast wel. Nee. Ja? Ja. En jouw vriendin en je hebt kinderen. Hoe kijken die daar dan tegenaan? Nou, mijn kinderen houden er zoveel mogelijk buiten. Ja. Het enige wat we eigenlijk zeggen als ik ga demonstreren is papa gaat de wereld redden. Is een beetje gekscherend. Ja. Wat nou als jouw vriendin zegt, ja maar alles leuk en aardig, ik hou ontzettend veel van je, maar ik wil dit gewoon niet meer dat je hiermee bezighoudt en ik wil weer gewoon ons leventje leiden zoals we dat altijd deden eigenlijk. Ga zoek een baan en stop met dat demonstreren. Wat dan? Ik denk eigenlijk dat ik voor dit zou kiezen. Hè? Ik denk dat ik voor dit zou kiezen. Echt waar? Ja. Ja. Dan zit het wel heel diep, hè? Ja, het zit echt heel diep, maar het is gewoon onrecht wat hier zit. Het is onrecht. Deze wil ons vorderen en die gaan voor de zoveelste maal de wet overtreden. Doe je wel voorzichtig? Ja, ik doe altijd voorzichtig. Want ze lopen met knuppels ook hier mee. Dat weet ik, maar ik hou mijn dekking over. Ja? Ja. Ik ben een vrij mens. Ik heb geen contract met u. Ik ben een vrij mens. Ik ben een vrij mens. Ik heb geen contract met u. Ik heb geen contract met u. Iedereen moet weg. Nee, ik blijf staan. Doorlopen. Gaan we verder, vriend? Geen dictatuur. Geen dictatuur. Geen dictatuur. Lopen. Geen dictatuur. Lopen. Lopen. Kom op. Niet te stop. Nederland. Ik ben een vrij mens. Dit is het politieoptreden dat ze doen. We hebben heel mijn been kapot geslagen. En morgen sta ik hier weer. Ook Jason is te vinden bij een demonstratie. Bij de gele hesjes begon hij daarmee en tot op de dag van vandaag is hij daar bijna ieder weekend druk mee. Er is zoveel om over na te denken. Zijn daar mensen bij waar je dat heel vervelend van vindt, dat je die niet meer ziet? Nou, niet meer zien is een groot woord, maar waar ik het heel veel... is mijn ouders. Mijn ouders die staan in de visie die ik heb wel behoorlijk rechtlijnig tegenover mij. Ja, ja. Die denken inderdaad 9-11, dat zijn toch inderdaad terroristen geweest. Covid, hè? Ja, ze zijn het in de zorg, dus dat zal wel goed zijn. Ja. En ja, dat is gewoon heel moeilijk. Tijdens de coronapandemie ontstond er spanning tussen Jason, zijn ex en de kinderen. Zijn kinderen lieten zich namelijk wel testen op corona en dat zette de relatie onder druk. Inmiddels hebben ze een manier gevonden om met elkaar om te gaan. Gaat dat contact? Is dat een snappen goed, ze hebben gewoon de sleutel, ze snappen waar ik mee bezig ben. Alleen ze denken wel bij zichzelf, ja, wij zitten er anders in of wij kijken er anders tegenaan. Komt er dan ruimte tussen jou en je kinderen te zitten doordat dat gebeurt? Ja, ik denk het wel. Maar dat is best heftig, toch? Ja, ja dat is het ook. Begrijp je dat ik dat best wel, als ik zo naar jou luister, dat raakt best wel. En dat ik het ook best wel op een bepaalde manier tragisch vind? Ja, dat vind ik ook. Is ook tragisch. Het liefst had ik gehad dat ze met me op demos met dezelfde borden stonden en begrepen wat er ook aan de hand is. Ja. Als ik zo nu naar jou luister, dan is niet mijn allereerste indruk. Dat heeft hem veel geluk gebracht. Nee. Die vraag heb ik ook wel eens aan mezelf gesteld. Zou het niet zo lekker zijn om lekker naïef te zijn? Nee, dan krijg je de klap straks. Op het moment dat jij niet eerlijk... Als jij niet jezelf in de spiegel kan aankijken... Dan klopt er iets niet. Nee, maar tot op zekere hoogte kan dat misschien wel nooit. Zou je ook kunnen denken. En ik wil wel het geluk van mijn kinderen voelen... en ik wil het geluk van mijn ouders voelen, dus... Misschien moet ik ook maar gewoon genoegen nemen met dat in mijn leven... ook dat dan maar niet helemaal lukt, mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik zou het geluk heel graag willen voelen van mijn ouders, maar dan moet het wel eerlijk zijn. En als ik daar nu een acteerstukje ga opvoeren... en mijn ouders houden van het acteerstukje, dan houden ze niet van mij, maar van het acteerstukje. Maar ik zou je ook zo graag een wat leuker leven gunnen eigenlijk. Dat is het ook meer. Aan het eind van de rit denk ik, als er genoeg mensen wakker zijn... en bewust zijn dat we het met z'n allen moeten doen... dan krijgen we een leefbare samenleving. En dan kan ik zeggen, daar heb ik voor gevochten. We hebben de headlines gesproken, we hebben het nieuws gehad.
Dan hebben we de bijzonderheden ook gehad. Dan heb ik alle dingen gewoon besproken. Ik zeg een hele mooie avond. Wilt rusten. Slaap lekker. Graag. Tot volgende. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!